Gaat het? Goedemorgen, het is donderdag en volgens mij sprak ik maandag de magische woorden dat we niet meer zo belachelijk uit gingen slapen. Ook al hadden we vakantie, of Tuur heeft vakantie. Het is niet echt gelukt. Het is bijna 10 uur en ik ben net wakker. Of in ieder geval, ik ben net het bed uit. De enige reden dat ik mijn bed uit ben is omdat jij Taylor Swift aanzette. En is dit nou Harry Styles? Ja. Gaat hij een beetje naartoe? Oeh. Moest de pannenkoek eens zitten al? Zie je dat? Zie ik er door de camera gaan? Het is echt lekker met tip en banaan en Nutella. Tuur zie je nog steeds pannenkoeken te eten, maar ik heb het nummer opgegeven, want het is inmiddels 10:50. Hoeveel pannenkoek heb je op? 6 of zo? Tuur heeft zijn, denk zijn gewicht in pannenkoeken met Nutella op vandaag. Ja, ik wil nog wel pannenkoeken, maar Nutella pot is leeg. Echt? Nee. De pannenkoeken zijn erop. Ja. Ik heb er maar 2 op, hè. Ik had er misschien nog wel eentje gewild. Ben ik klaar mee? Nou, dat mag ik hopen. Ik ga mijn vlog editen. Volgens mij zit hier iets in waar ik heel excited over ben. Onze save the date. En de achterkant. Dat tot dan had ik even weg moeten halen, want dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Tot dan niet. Ja, ik hoop dat ik die mensen dan nog wel eerder zie dan voor onze bruiloftsdatum. Hieronder staat dan de datum, maar die willen we nu nog heel even voor onszelf houden. Die gouden letter ligt er dus op. En dit zijn de enveloppen die ik erbij heb besteld. Of in ieder geval, dit is een proefdruk, dus we hebben nog helemaal niks besteld, maar deze had ik in gedachten. Ik heb dit laten maken bij Made for Moments en dat is totaal niet gesponsord. Dit vond ik gewoon toen ik aan het zoeken was naar Save the Date kaartjes. Volgens mij zitten er ook nog allerlei andere dingetjes bij. Ik kon het trouwens ook kiezen voor een envelop die doorzichtig is. Wat vind je leuker, doorzichtig of goud? In prijs is het verschil uit niks, maar dan zie je dus al de kaarten doorheen. Dat is ook wel grappig, toch? Ja. Ja, ik moet nog even over nadenken. Ze hebben ook een soort van kleurstaaltje met alle kleuren die ze hebben opgestuurd en de verschillende soorten papier. We hebben dus nu gekozen voor deze donkerblauwe kleur. Supermooi. Ja. Het is inmiddels 2:30 en ik heb het belangrijkste werk van vandaag gedaan. Dus ik ga hardlopen. Tuur die komt over 5 kilometer ongeveer met deze camera. Na 12 minuten 36. 5 kilometer in 12 minuten 36 is dat een wereldrecord. Annemiel op de kelen. Is dat een wereldrecord? Voor mij 12:36 of 12:38. Okay, met 12:36. Nou, dat gaan we dus niet doen. Ik denk dat je beter naar een minuut of 26 kunt komen. Zo, over 26 minuten ben ik in. Kijk aan. Bij de Jutters. Hoe heet dat daar? De Strandjutter heet dat daar. Toch? Ja, bij Strandjutter. Bij dat, weet je wel? Ja, ik weet het. Dan ben ik om 2:00. Ik ga mijn best doen. Rustig aan. Dat is over 36 minuten. Ja, je wilt nog wat techniekjes doen misschien daar? Oh ja. Verstellings lopen, maar dan kun je ook filmen. Ja, is goed. Oké. Dan ben ik er 5:55. Oké. Geniet van de zon, geniet van het lekkere lopen. Oh, de zon die zit niet goed. Rustig aan, ik zie je zo. Kijk, daar komt Annemerel. Het is goed, als je 5 kilometer ingelopen. Wow, mooie sprong. Wat een soepelheid. En dat voor een marathonloopster. Nou ja, natuurlijk ook wel 5:13 op de 1500. Dus de enige snelheid heeft ze ook alweer. She's looking good. Toch een pittig geweest zijn tegen wind. Gaan we gaan. Hey, Mitje. How are you? She's fine. 5 kilometer in. Lekker. Tegenwind joh. Pittig. Op berg geblazen. Extra factor. Dat is goed.
Doe je dan 4 keer versnelling lopen of zo, 80 meter? Succes! Daar komt Anne Merel voor 8 minuten. Succes! Plezier! Gaat het? Wat is nog op het programma? 4 minuten en 2 minuten? Ja, je begon behoorlijk snel. Hoppé, laatste 2 minuten! Ah, klaar. Heb ik de hele tijd zo gelopen? Nee, ik zie dit verkeerd, nu jij het zegt. Oh my god! Wat is dit? Maar mascara zit echt overal! Ik heb een foto van jou gemaakt, nu ik dacht al, wat is dit? Maar dit is gewoon mascara. Oh, ik weet het al, ik had zweet in mijn oog. Oh, en wat heb je dan hier gedaan? Oh. Nou, maar weet je waar dat vandaan komt? Ja, oké. Okay. Nou, en nu...
Anyway, het was niet makkelijk, maar ik heb mezelf ook niet de makkelijkste route gegeven. En ik heb het wel gedaan. En ik had geen pijn. En... Zo, je had echt veel heuvelstrainen gedaan. Ja. Wat wilde jij zeggen voor de video beelden? Nee. Nee? Maar ik dacht, Boston is ook niet vlak. Dat is wel, ja. Oké. Okay. Ja, ik ga even lekker douchen. Wat een lekker weer was het. Het was geen straf om mee te fietsen. Nee? Nee, dat is top. Ik ben heel benieuwd naar je beelden. Ik ga er morgenochtend naar kijken. Ik heb aardig wat geschoten. Hmm. Daar heb je iets naar achter. Wauw. Zie je dat? Je ziet wel echt verschil. Ja, ook aan mijn voeten, die zijn er helemaal wit. Je bent gewoon bruin geworden. In de zon. In de zon, in oktober. Kijk die... Die tanlijn. Oh my god, die gaat de hele winter niet meer weg. Zit daar Annemeer, heb jij mijn geshopte geshopte truitje aan? Ja, vind je mooi? Ja, staat je goed hoor. Ik kan ook alleen met een spijkerbroek. Je had natuurlijk ook gezegd dat er een spijkerbroek bij moest. Alleen, ja, ik heb echt super veel spijkerbroek. Dus ik vond het een beetje zonde om een nieuwe spijkerbroek te kopen. Staat je goed met je blonde haar? Thanks. We hebben net een mooie deal gesloten, Annemeer en ik. Annemeer die gaat lasagne ingrediënten kopen bij de supermarket. Gaat ze wandelen. En avocado's dat ze morgenochtend ontbijt hebben. Jee. Yeah. Brood hebben we genoeg, toch? En dan hoef ik alleen maar nu de wastafel in de badkamer schoon te maken in het toilet. Heet je, ben je aan het lekker het ding aan het maken? Wat gebeurt hier? Oh, allemaal voor jou, tuurtje. Echt? Ja, en voor mij. Omdat jij dit zo graag wilde. Oh, lasagne. Heb je nog genoeg bladen? Oh ja, je hebt gewoon lasagne bladen. It's looking good. Hij pruttelt nog helemaal. Tuur, laat me niet langer wachten. Kom eten. Ik heb lekker nog een stukje genomen, want het is gewoon te lekker om niet te eten nu. En ik hoef nu niet te gaan hardlopen, dus ik kan eten wat ik wil. Deze daarentegen. Ga mee opleden. Het is tijd voor Riverdale. Oké, ik ik ben het raad een beetje kwijt met Riverdale. Het is inmiddels 11 uur en ik heb de hele avond besteed met het luisteren naar deze twee nieuwe nummers van Coldplay. Twee nieuwe nummers van Coldplay. Dat is een hele mooie dag. That being said, het is tijd om lekker te gaan slapen. Dankjewel voor het kijken en ik zie jullie morgen weer bij een nieuwe video.